Welkom, dames en heren. Even ten Apel hier en naast mij co-commentator Jury Mulder. Dankjewel, Even. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. Ze beginnen vandaag in een 4-4-2 opstelling in Ruids, waarbij de nummer 10 de twee spitsen moet bedienen. Ze mogen ingooien. Pérez. Gaat dit hem worden? Cavani. Ja, doelpunt en we zijn echt begonnen. En de aanvoerder scoort. Hij geeft het goede voorbeeld, even. De goal vanuit een andere hoek. De bal gaat er vandaag voor het eerst in. Barkley. Welbeck. Kijk eens. Oh, 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 die had gewoon moeten zitten. Ingooi. Cavani. Achter en een hoekschop. Geen doeltrap. De vleugel voorgezet. Hij redt en heeft de bal vast. Dani Parejo. En meteen al een vrije trap. Goeie kopbal die er zeker in leek te gaan, maar de keeper redt knap. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Pérez. Edison Cavani. Fernandinho. Barkley. Ze bouwden de aanval geduldig op, maar zijn de bal nu toch weer kwijt. Fernandinho. De bal terug. Prima actie. Dani Parejo. Houdt hij het hoofd koel? Welbeck. Nee, dat schot moeten we snel vergeten. Matuidi. Kolarov. Oxley. Chamberlain. De bal wordt voor het doel gespeeld. Kan er iemand bij? De voorzet wordt geblokt. Dat betekent meteen einde aanval. Ja, lekker zo'n tackle op de flank en dan weer balbezit. Dani Parejo. Paas vindt zijn man. Bal kwijt. Eens kijken hoe ze omschakelen nu. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Barkley.
Nou, oh, hier staat hij wel een beetje bekend om, hoor, om die afstandsschoten. En ze gaan er vaak nog in ook. Maar deze niet. Matuidi. Buitenspel volgens de scheidsrechter. Cavani. Edison Cavani. De bal ligt voor het oprapen. Ze zijn hem kwijt. Barkley. Nu! Met de vuisten weg ermee, zo denkt de keeper. Edison Cavani. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Pires! Natuurlijk! Oxlade, Chamberlain. Pires. Pastore, bal weer terug. Ja, en nu? Matuidi! Wat een actie! Pires! Stop de eerste. Een schot. Ja, dat is hem. Goeie opbouw, goede goal, hoor. Nou, de verdediging ziet er daar niet best uit. Ze hadden geen idee waar ze de bal moesten zoeken. Nou, we zitten nog vroeg in de wedstrijd, maar die lijkt nu al beslist. Oxlade, Chamberlain. Dit kan hem worden. Dit wordt spannend. Prima ingegrepen. Fernandinho. Moet je dat zien? En hij komt zijn doel uit voor de redding. Ja, maar je moet zoiets in de... Nou, de bal rolt voor de tweede helft. De stand op het scorebord spreekt boekdelen. Maar je weet het maar nooit in het voetbal. Oxlade, Chamberlain. Dani Parejo. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. Pires. Die bal is voor de achterhoede. Knap onderschept, hoor. Fernandinho. Barkley. De paas lijkt goed te zijn. Gaat hij het redden? Dit doelpunt is alleen voor de statistieken. Negredo. Matuidi. Dani Parejo. Ja, en daar zijn ze de bal kwijt. Zag er niet al te best uit daar. Morgan Schneiderlin. Bal is over de lijn, ingooi. David Luiz. Kurzawa. Die aanval komt niet verder dan het middenveld.
Het fluitje klinkt voor buitenspel. Matuidi. Hij probeert Cavani te bereiken met een loppaas. Ja, dat is uitstekend gedaan van de keeper. Hij heeft de bal klem vast. Welbeck. Dani Parejo. De keeper kan gewoon blijven staan. Schot komt recht op hem af. Deze paas bereikt niemand. Bal is over de zijlijn. Pastore. De keeper kan de bal zo oppakken. Ja, dat is een makkelijke bal. Dani Parejo. Miralles. Dani Parejo. Nou, het is van belang dat de omschakeling goed is. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Miralles. Fernandinho. Goed opgepakt. Ja, en nu? Hij scoort. De wedstrijd is nog niet uitgespeeld. Nee, het is nog niet gedaan. Wat een geweldige pas. Goed afgemaakt. Edison Cavani. Walker.